Wij vinden het belangrijk dat onze studenten leren om kansen te zien. Leren om ondernemend te zijn. Om proactief te zijn. Om hun eigen talent te ontdekken. En vanuit die passie te kijken wat je kunt betekenen. Voor je bedrijf waar je werkt. Voor misschien een bedrijf wat je zelf zou willen starten. Maar ook voor je eigen eiland. En vanmiddag gaan wij genieten van hun ideeën. Van hun creativiteit. En het is een examen. En daarom is het ook een beetje spannend. En normaal zou je zeggen, goh, bij een examen zien studenten er dan zo mooi gekleed uit. Ja, op het mbo is dat zo. Want u ziet dat sommige studenten er al voor gekozen hebben om hun eigen bedrijf zichtbaar te maken in hun kleding. U gaat zien dat er mooie producten van Bonaire of die op Bonaire verkrijgbaar zijn, ook gedaan worden. Nou, het leuke is dat bij mbo is natuurlijk heel praktijkgericht onderwijs. En een van de examenonderdelen van onze niveau 2 studenten, want als je om je heen kijkt zijn het allemaal studenten die niveau 2 opleidingen doen. Dus we hebben helpende zorg en welzijn van de kinderopvang, we hebben medewerker sport en recreatie en service medewerker gebouwen. Dat zijn allemaal mensen die ondernemend gedrag moeten presenteren als examenvak. En dat doen wij dan niet achter een bankje met een blaadje, maar dan doen we dat ook echt zoals het hoort. Namelijk laten zien dat je ondernemend bent. En dan krijg je dit soort steentjes en dan krijg je dat mensen in bedrijfskleding gaan staan die ze zelf hebben bedacht. Of ze gaan in traditionele kleding staan als dat bij hun product hoort. En ze hebben de opdracht gekregen om te kijken naar een product dat van Bonaire is of dat bij Bonaire past. En dat hebben ze zelf gekozen. Ze hebben ook zelf gekozen wat ze ermee gaan doen. Dus er zijn studenten die hebben heerlijke producten gemaakt die je kunt eten. Anderen hebben weer producten gemaakt die je kunt gebruiken onder de douche of op een andere manier. Weer anderen hebben ideeën rondom hun spa. Dus ze hebben allemaal vanuit hun passie gedacht en zijn op zoek naar kansen. De reden voor MBO Bonaire om ondernemend gedrag als examenvak aan te bieden is omdat wij vinden dat iedereen die op het mbo heeft gezeten ondernemend moet zijn. Want als je ondernemend bent, dat is goed voor jezelf. Want je bent namelijk op zoek naar kansen, je bent op zoek naar mogelijkheden. Je bent proactief, je gaat op zoek naar je eigen passie en daar wil je voor gaan. En of je nou inderdaad de kinderopvang gaat werken of dat je een eigen bedrijf wil gaan starten. Iedereen verdient het om gewoon te leren om op een andere manier te kijken. Nou, vorig jaar hadden wij Nathaniel Zimmerman. Die heeft toen laten zien wat hij kan doen met schoenen. Die is er vandaag ook weer om een beetje te motiveren en te laten zien dat je echt wat kunt bereiken. Want na zijn presentatie vorig jaar bij Ondernemend Gedrag is hij uiteindelijk genoemd in de speech van de gezaghebber. Is hij Bonaireaan van het jaar geworden? Is zijn product, want die prachtige schoenen, ik heb ze vandaag ook weer aan, is meer dan 30.000 keer bekeken. Ja, dat zijn natuurlijk fantastische dingen. En ja, dat leer je ook hier. Volg je gevoel, volg je passie. En als laatste, hoe lang heeft dit proces geduurd? Vanaf het plannen, organiseren wat ze gaan doen. Hoe gaan ze het doen om tot hier te kunnen komen? Ja. Nou, het vak wordt 2 jaar gegeven, maar het heeft allemaal onderdelen. En dit laatste stuk van echt presenteer je product en jezelf is in de laatste periode geweest. Dus wij praten steeds met periodes van 10 weken. Daar zijn ze toen met volle bak hiermee aan de slag gegaan. Maar de periodes daarvoor hebben ze natuurlijk allerlei andere dingen geleerd om, ja, zeg maar tot deze, ja, ik wou zeggen hoogtepunt te komen. Ja.